Richel, jij bent de beste tennisser van Gelderland, de op één na beste tennisser van Nederland, 25 jaar uit Doetinchem. Ja. En je hebt een heel bijzonder, bijzonder seizoen achter de rug. Klopt. En ja, jouw hoogtepunt, dat was dit. Ja. Een matchpoint voor Richel Hogekamp. En de return is goed. Hogekamp gaat voor het eerst in haar carrière door naar de tweede ronde in Parijs. Gefeliciteerd. Wat een debuut. Beter had niet gekund. Nee, dit beter had inderdaad niet gekund. Je zegt het precies goed. Ja, dat was voor het eerst dat jij op een Grand Slam toernooi stond. Roland Garros in Parijs. Hoe was dat? Ja, dit was fantastisch. Ik denk dat je het aan mijn reactie en aan mijn gezicht kan zien. Dit is waarvoor je al die jaren traint en waarvoor je het doet. Om op dit podium met alle Nederlandse support daar zo'n mooi resultaat neer te zetten. Ja. Hoe anders is dat? Want jij reist de hele wereld rond voor die toernooi. Hoe anders is het om op zo'n groot toernooi als Roland Garros te staan? Ja, dat is wel heel anders. De rest van het jaar de toernooien zijn toch iets meer in de anonimiteit. En op deze vier toernooien, de Grand Slam toernooien, daar sta je iets meer in de picture. En dan wordt het iets meer gevolgd. Plus dat je wat meer support hebt uit Nederland. Hier waren veel Nederlanders aanwezig, dus dat gaf een heel speciaal gevoel. Ja, je versloeg de voormalige nummer 1, Jankovic. Daarmee kwam je in één klap ook in de top 100 ja. van beste tennisters ter wereld. Altijd jouw doel geweest. Waarom was dat zo belangrijk? Ja, dat is toch een beetje een heilig doel voor de meeste tennisters. Ten eerste omdat je in dus de grote toernooien zit je allemaal rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus je raakt iets meer uit die jungle waar je al die jaren in zit. En ja, dat is voor mij was dat een heel bijzonder doel. Iets wat ik inderdaad al sinds jong meisje eigenlijk had. Ja. Dus waarom noem je het een jungle? Omdat je begint natuurlijk met de wat kleinere toernooien. Je moet heel veel dingen zelf regelen. En naarmate je verder komt, wordt er meer gedaan. En het is ook een soort beloning dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken. En als je die top 100 bereikt, dan is dat voor jezelf echt een bevestiging. Dat je ja, al die jaren van investeren, dat zich terugbetaalt in resultaten. En maar ja, nu ben je er weer uit. Nu ben ik er weer uit, ja. Want dus je staat nu op 105. 105, ja. Ja, dus ja, dat zal net op het randje zijn voor de Australian Open in januari. Dus het zijn nog een paar spannende weken. Ja. Ja. Maar hoe is het? Want jij zegt die jungle. Hoe is jouw leven als je van toernooi naar toernooi reist? Hoe ziet dat eruit? Het is heel druk en het is chaotisch. Want je weet nooit waar je de volgende dag bent. Ik kan niet over 2 weken zeggen van ik ben thuis of ik ben niet thuis. Meestal verschilt die planning heel erg. Dus je leeft heel erg uit je koffer. Meestal laat ik mijn koffer ook maar gewoon in de woonkamer staan. Omdat die toch binnen een paar dagen vaak weer gepakt moet worden. Ja, ja. En betaal je dan jouw coach en zo van het prijzengeld dat je verdient? Ja, ik betaal zijn eten, zijn vliegticket, zijn salaris, zijn hotelkosten. Dus je moet echt winnen om de boel draaiende te houden. Dat is wel het doel, ja. 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 Nou heb jij in juni ook aan ons verteld dat jij echt te maken hebt met bedreigingen na een toernooi. Je had echt een bericht. Echt een afschuwelijk. Weet jij zelf nog wat erin stond? Er stond onder andere in dat de eerstvolgende keer dat hij mij zou tegenkomen, dat ik een kogel kon verwachten. En je benen de hoop breken. Op een pijnlijke dood voor mijn familie of de mensen om mij heen. In die context was het bericht. Dat was van een man die gegokt had op de uitslag van een wedstrijd. Ja. Hoe is het daarna gegaan? Gebeurt dit nog vaak? Ben je daar nog mee bezig? Ik ben er niet mee bezig, maar het gebeurt wel heel vaak. Nu was het zelfs een Nederlandse jongen. Normaal zijn het vaak Engelse of buitenlandse berichten. Ben je bedreigd door Nederlandse jongen? Ja, die gewoon uit Brabant, die me een erge ziekte toewenste. En zijn het ook gewoon Nederlanders die dat soort berichten sturen. Maar sta je dan nog relaxed op zo'n baan? Ja, want het zijn vaak berichten die mensen uit woede sturen. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet oké. Maar het zijn vooral een heleboel woorden met heel weinig inhoud. Maar is jou dan ook wel eens gevraagd van Richel, als jij in de vijfde game van de eerste set die ballen uitslaat en hem verliest, dan bied ik jou 10.000 euro? Heb jij dat? Nee, dat is niet gebeurd. Dat gebeurt wel op de wat lagere toernooien, omdat daar veel verlies wordt gedraaid qua prijzengeld in die toernooien, omdat het geld wat minder is. Dus daar is het natuurlijk veel verleidelijker om voor 1.000 euro bijvoorbeeld net even een dubbele fout te slaan op een bepaald moment. Ja. Waarom is het nog zo leuk, dat toptennis, als je dag in dag uit maar moet trainen en die toernooien? Wat maakt het voor jou toch nog zo'n topbaan? Omdat het gewoon vanaf jongs af aan het liefst is wat ik doe. En omdat ik merk dat ik mezelf nog steeds verbeter. En omdat ik weet dat ik ook nog beter kan. En ja, ik heb een hartstikke mooi leven op deze manier. Maar neem eens mee, jij staat dan elke keer weer op die baan. En wat maakt dan dat je je daar zo gelukkig voelt? Nou, ten eerste, ik hou heel erg gewoon van het spelletje. Je kan mij gewoon 3 uur achter elkaar wedstrijden op zo'n baan zetten om een wedstrijd te spelen. En ik probeer gewoon alles eruit te halen in zo'n wedstrijd. En dat is iets wat ik enorm zou missen als ik niet meer zou tennissen. Puur dat wedstrijdelement. En ja, dat is waarvoor ik ben gaan tennissen. En dat is waar ik het meeste van geniet. Om mezelf elke keer te verbeteren. En
gewoon op die baan te staan en je tegenstander proberen te verslaan. Ja, je bent nu even lekker thuis, want het is even een suite-stop. Ja. Wat wordt jouw doel? Het doel wordt om eerst gewoon even mijn hoofd helemaal leeg te maken en me te richten op mijn vakantie. En daarna gewoon volle bak kaart aan het werk te gaan om zo fit mogelijk aan de start van het seizoen te verschijnen. En wat wil je dan binnenhalen? Jij wilt op die Australian Open staan natuurlijk. Ja, ja dat is mijn doel voor volgend jaar is om mijn beste prestatie van tot nu toe op een Grand Slam te verbeteren. Dat was tot nu toe de tweede ronde. Dus ik ga voor minimaal 1/3 ronde op een Grand Slam. En weer in die top 100? En weer in die top 100, ja. We gunnen het je van harte. Dankjewel. Dankjewel.